Maurice, hallo. Alles op de prank call van de vorige keer was. Jullie zijn duidelijk geïnteresseerd in meer prank calling. Deze keer ga ik het wel op een andere manier doen. Ik weet niet of jullie George nog kennen. George is zo die guy die met een heel raar accent praat, snap je? Welkom. Dan ben je fucked up. Dus we doen vandaag gewoon een nieuwe prank call. Maar zeker duipen mogen zijn meer prank calls wel. Vandaag ben ik het rood gekleed, de vorige keer in het geel. Ik weet het ook. Ik ga vandaag winkels prank callen. Zoals altijd. Snap je, in winkels werken de mensen die veel gebeld worden en die kan je dus grappig prank callen. We gaan vandaag dus doen. Gang shit, boys! Ik ga wekelijks waarschijnlijk een prank al doen. Het is te zien hoe de support is. Als jullie dit leuk blijven vinden, dan doe ik het meer. Ik ga stoppen met zeveren. Let's fucking do this! Er is blijkbaar een nieuw spel uitgekomen. Uit bronnen heb ik vernomen dat de nieuwe Call of Duty gedropt is. Ik heb via via dus ook de nieuwe Call of Duty gekregen. Ik heb deze zelf gekocht. Met mijn zuur verdiende centjes. Snap je, ik moet mijzelf prostitueren om nog geld te kunnen verdienen. Goedemiddag meneer, ik heb net de nieuwe Call of Duty bij jullie gekocht en deze is beschadigd. Oh, fantastisch. Moet ik langskomen naar hier voor u, jong. Wat zegt u? We gaan naar hier voor u. Er zijn ook geen geweren bij deze Call of Duty geleverd. Ja. Nee, maar dat komt omdat jullie, jullie een speciale versie kregen. Wat zegt u? Ja, een speciale versie kregen. Een versie voor, passieve mensen, een speciale versie. Ja, dus dat u eigenlijk op uw gemak kunt spelen zonder dat u eigenlijk agressieve inputs heeft. Meneer, ik heb helemaal geen idee wat u allemaal aan het zeggen bent. Ik wil gewoon Call of Duty spelen. Ja, maar ik weet het, maar dat is een speciale versie. Dat is om eigenlijk te... Dank u wel voor deze speciale versie. Ja, maar het is graag gedaan. Maar dit spel is nog steeds beschadigd. Zou ik eens kunnen langskomen bij jullie om dit te regelen? Ja, het zal wij zien. Tuurlijk. Dan doen we samen gezellig uitbabbelen. Oké dan. Tot zo. Yo, bye-bye. Oké. Mensen beginnen meer en meer mee te werken met mijn prankcalls. Dat is niet goed, snap je? Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Ze hebben doordenken. Ermee aan het lachen ben. Dit is echt niet goed. Goedemiddag meneer, ik was daarnet de nieuwe Call of Duty komen halen voor mijn zoon. Maar ik heb deze even opengedaan en er zitten helemaal geen wapens bij. Ja, want die waren voor de pre-order natuurlijk. De wapens zaten alleen bij de pre-order. Ja, inderdaad. Maar mijn zoon wou een spel spelen met wapens. Ik zweer het! What the fuck? Hoe? Hoe? Oké, ik denk dat ik hier duidelijk uit kan trekken dat prankcallen bij Game Mania bijvoorbeeld, dat werkt niet. Deze mensen weten ook wat YouTube is en misschien kijken ze naar mijn filmpjes. Snap je, George is internationaal gekend. Dit is niet goed. Dit betekent dat ik nooit meer ga kunnen prankcallen als mensen dit blijven doorzien. Dit is niet goed. Ik weet niet of jullie het doorhebben, maar dit betekent dus dat we binnen een paar maanden vol nooit meer gaan kunnen prankcallen omdat iedereen weet wat het is. Goedemiddag, geen wat. Goedemiddag meneer, ik was daar net in jullie HEMA en ik ben mijn dochter verloren in jullie winkel. Uw dochter? Ik was door de meer aan het stappen en toen ik uit de HEMA kwam had ik opeens door dat mijn dochter niet meer naast mij liep. Zouden jullie even kunnen checken of mijn dochter, haar naam is Mandy, zouden jullie even kunnen checken of mijn dochter nog in jullie winkel is? Ja, ik zal die even checken. Dank u wel. Ze hebben dat door de intro komen. Niemand is een dochter. Ja, momenteel, ik ga ze niet terug, maar... Meneer, misschien kan ik straks even bij jullie langskomen. Ja. Als jullie haar gevonden hebben, moeten jullie haar gewoon bij de verloren voorwerpen leggen. Bent u niet serieus? Ik ben... Er is echt niet om te lachen, meneer. Ik ben doodserieus. Ah, want verloren voorwerpen, dat is de eerste plaats waar je... Waar zou je mijn dochter anders plaatsen? Ja, gewoon bij de kassa, maar toch niet bij verloren voorwerpen. Hoe gaan ze dat doen bij de kassa? Ik zal even een nummer opschrijven anders. Ja, oké, schrijft u maar mijn nummer op. Mijn nummer is 04 Moest u mijn dochter vinden, haar naam is Mandy, ze is 8 jaar. Moest u haar vinden, laat even weten dat haar papa Gio haar aan het zoeken is. Ja, sowieso. Is goed, nog een fijne middag. Oké, is goed.
Dankjewel. We can still do it. It's no problem. Man, die is gevonden. We got him, boys. We got him. Oké. Okay. Begint hier wel warm te worden in mijn kamer. Holy shit. Ik denk dat jullie ook wel weten wat het probleem is met deze prank calls. Op een bepaald moment hebben mensen door dat je in ieder geval zo'n domme dingen belt. Ik bedoel, what the fuck? Zet mijn dochter even bij de verloren voorwerpen, ja. Ja. Maar Game Mania, die hebben het altijd direct door. Snap je dat zijn? Ik wil niet zeggen dat de mensen die in Game Mania werken slim zijn. Die hebben het altijd fucking door. Als ik bouw met die stomme stem. Hallo, ik heb de nieuwe Call of Duty. Snap je? Die hebben dat sowieso door. Niemand praat op zo'n manier. Als je naar de Heima belt, of de Blokker, of de Zeeman. De Zeeman. De Zeeman. Of de Wibra. Wibra en de Zeeman zijn echt de... De Wibra is echt, ik bedoel, Wibra staat voor wij idioten bieden rommel aan. Ik weet niet of jullie dat wisten, als jullie dat niet wisten, dat weten jullie nu. We gaan even bellen naar deze winkel. Zij zijn sowieso gewend om te bellen met mensen die fucked up zijn. Wibra, goedemiddag met Jessica. Goedemiddag Jessica. Ik was net in jullie Wibra geweest en ik had een pingpong set gekocht. Ja? Deze pingpong set, het balletje, is kapot. Ja, en ben je zeker dat het hier was? Want wij hebben voor de moment geen pingpong set. Wel, ik had zeker een pingpong set gekocht op de Vrijdagmarkt 11 in Brugge. Ja. Zou ik even langs kunnen komen? Ja, tuurlijk, dat is geen probleem. En ik had nog een klein vraagje. Ja? Verkopen jullie soms condooms? Nee, dat verkopen wij niet. Nou. Ja. Nou, dat is jammer. Ja, dank u wel, Eda. Dag. Dus even een test. Zoals je ziet in de Wibra, deze mensen snappen dit stemmetje. Deze mensen worden elke dag gebeld door idioten die met deze stem echt serieus bellen. Even jullie het weten, maar dit stemmetje, ik heb het al eens verteld. Ik heb een guy echt horen praten zo tegen mij. Dus het bestaat echt. Ze die vragen van waar ik dit accent heb. Ik had een paar weken geleden iemand aangereden op het station met mijn skateboard. Echt volledig per ongeluk, dat was niet de bedoeling. En die meneer hield mij tegen en die zei zo heel serieus. Kijk jij nou eens uit met jouw loopplank? Maar hij boog zijn mond zo echt heel zo. De Wibra verkoopt dus geen fucking pingpong sets. Ze verkopen ook geen fucking condooms. Oké, okay. Maar dit is wel, dit is een moeilijke prank al. Voor deze, ik heb geluk nodig. Ik heb heel veel geluk nodig. Goedemiddag, Lieselot. U spreekt met Nathan van der Gunst. Ik ben de directeur van de school waar uw dochter op zit. Ik ben de direct... Fuck, ik heb een school nodig! Oké, dit is een moeilijke prank al. Ik wil bellen naar een winkel. Ik wil doen alsof ik de directeur ben van de school waar het kind van de persoon waarmee ik aan het bellen ben op zit. Maar snap ik heb geluk nodig. Die mevrouw waar ik net mee aan het bellen was, deze had waarschijnlijk geen kind. Hoe kan ik ooit zoveel geluk hebben dat ik aan het bellen ben met iemand die echt gewoon dochter heeft? Goedemiddag Priscilla, ik bel u in verband met uw dochter. Met mijn dochter? Ja. Ja, die heb ik hier hoor, dank u. Fuck! Ik krijg stress hiervan. Zou ik ooit genoeg geluk hebben dat ik aan het bellen ben met iemand die je dochter heeft? Fuck! Kom meteen over, volgens goedemiddag, zeg maar, kan ik u helpen? Goedemiddag mevrouw, ik bel u in verband met uw dochter. Met, pardon, met? Ik bel u in verband met uw dochter. Toch, ik denk dat u verkeerd bent, meneer. Excuseer. Oké, geen probleem, fijne dag. Ik zweer het, als deze persoon geen fucking dochter heeft... Oh. Albert Heijn en Goedemorgen, goedemiddag, met Florence. Goedemiddag Florence, ik bel u in verband met uw dochter. Ja? Wij hebben hier op school een klacht gekregen dat uw dochter gepest zou worden. Kijk, het is oké. Okay. Niemand heeft een dochter. Fuck! Oké, dit is de laatste. Dit is de laatste en deze gaan we gewoon proberen als George met iets fucking dom. Goedemiddag, spreek ik met de Colroy... Goedemiddag, spreek ik met de Colroy op Sint-Kruis? Ja. Van waar komt dat rare geluid? Welk rare geluid? Ik hoor zo... Dat is een andere telefoon. Oh. Nou, mevrouw, ik had een belangrijke vraag voor u. Ja? Bent u zeker dat de Colruyt wel de laagste prijzen heeft? Natuurlijk. Wel, ik was daarnet in de Delhaize en ik zag daar yoghurt staan en de yoghurt was toch wel duidelijk 10 cent goedkoper. Dat is zeker een probleem, want jullie presenteren jullie als de laagste prijzen. Ja, dat is waar. Nou, ik kom naar de Colruyt voor de lage prijzen en jullie garanderen mij lage prijzen. Maar jullie hebben helemaal niet de lage prijzen. Hallo, bent u daar nog aan de andere kant van de lijn?
Hallo, Jessica? Hallo? Ik was even de verbinding kwijt. Ja, ik dacht het al. Heb je een aankoop gedaan in de Leize? Ik heb een aankoop gedaan in de Colruyt en in de Delhaize. Ja, maar als je vandaag komt met beide kastiketjes, dan zal ik je graag het geld terugbetalen. Nou, mevrouw, dat zou ik zeer leuk vinden, want ik heb wel degelijk 10 cent meer betaald in de Delhaize. Nou, mevrouw, ik zou het zeer fijn vinden als jullie iemand roepen wanneer ik aankom in jullie Colruyt. Ik zal mij binnen de 10 minuten begeven. Ja, maar, we hebben gewoon even samenhouden naar beide kastiketjes en dan zullen jullie met plezier verder helpen. Nou, bedankt. En de groetjes. Ja, tot straks. Tot zo meteen. Dag, Jessica. Oké, dat was weer een geslaagde prank al. Ik ga nu even naar de Colruyt, want ik bedoel, fuck laagste prijzen. Kijk, ik denk dat de lijst goedkoper is. Dus ik ga nu even naar de Colruyt. Vond jij deze video nu leuk? Meisje, je zeker een duimpje omhoog voor meer prank als. Ja, ik ga dit niet meer lang kunnen doen. Ik bedoel, mensen hebben me door en shit. Vond jij dit nu een leuke video? Meisje, je zeker een duimpje omhoog. Mijn naam is Acid, ook wel bekend als George. En ja, vandaag was het wel redelijk succesvol. Ook al heb ik niemand gevonden die een dochter had. Dat is geen probleem. Ooit ga ik wel iemand vinden die een dochter heeft. Dames en heren, dit was de video. Hopelijk was die 10 minuten. Klik zeker op een andere video. Die staat nu in beeld. Vergeet niet te abonneren als jij dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Met meer prank al plezier met de boys. Boys.